Het is nog mistig. En hij staat er nog niet helemaal in. Want we hadden nog een paar drupjes. En die zouden nu weg moeten zijn. Deze hier, dit is lijm. Die heb ik een beetje gesmost. Ik heb hieronder nog lijm gedaan. Deze heb ik 4 keer opnieuw met teflon gedaan. Nono die is overleden. Maar, o jee. Halfway. En oepsie. En kijk wat een verschil. Weten dat elke vis gekocht is aan hun formaat. Ja, jongen. Die groeien als kool. En ondertussen staat hier het pompje erin. Zuigt aan. Lekker vast stuk naar achter. En ook daar komt het water terug de bak in. Je ziet aan de planten dat het erin komt. Het is nog een beetje mistig, want ik heb ineens van de gelegenheid gebruik gemaakt om een nieuwe Siporax erin te stoppen. In dat vat zit 3 kilo Siporax en de normale spons. Zo, een korte video. Maar zo zien we wel het verschil. Zijn we een beetje op de hoogte over het aquarium. En hebben we gezien dat er 3 nieuwe visjes zijn. En ik mag wel visjes zeggen als je ziet wat het verschil is met de andere. Geweldig, hè? Kijk, deze tegenover Tricot of Whitey. Zelf Humpty Dumpty hier. Nee, Dipstick is het. Zelfs Dipstick die toont nu groot in verhouding met de 3 nieuwe kleintjes. Ik hoop dat het aquarium snel terug helder is. Want nu is het toch wel even. Ik heb er ook wat in moeten graaien, want ik was een rubber kwijt die daartussen zit. Ja, er is heel veel gebeurd, maar laten we het erbij houden dat hopen dat nu het systeem het doet. Tot een volgende video.